ze nog. In februari staat ze op. En doet haar wasje in het sop. In maart doet ze haar jasje aan. Om even naar de markt te gaan. En als ze thuis komt in april, dan... Dan blijft het weer een poosje stil. En in de mooie maand van mei, dan springt ze doosje in de wei. En juni heeft ze geen haast, dan praat ze met meneer hiernaast. Hallo. In juli speelt ze met haar kat en gaat met één voet in het bad. Is het goed? Ja. En in augustus, als het moet, dan wast ze ook haar andere voet. Maar in september wordt het druk, dan scheurt zij de kalender stuk. In een café rond half oktober vraagt zij één koffie aan de oven. Dank u. En in november drinkt zij een top en haalt haar wasje uit het sop. En in december slaapt ze in met een deken tot aan haar kin.